zal ik doen. Mijn naam is Ron Henneveld. En ik ben in 1966 in Rotterdam komen wonen, vanuit Den Haag. En ik ben direct al op dat slachthuis begonnen. 1 januari 1966 begon ik op het slachthuis. Een mooie dag om te beginnen, want het is een vrije dag. En toen het slachthuis gesloten werd in 1978, april 1978, toen ben ik daar ook weer weggegaan en heb ik een andere betrekking binnen de gemeente Rotterdam gekregen. Ik was in dienst van de gemeente Rotterdam en dat had ermee te maken dat ik op het slachthuis kwam, dat het onderhoud van het slachthuis was een gemeentelijk complex. En het onderhoud van dat complex, dat werd helemaal verzorgd door gemeentepersoneel. Technisch personeel allemaal. Je moet je voorstellen dat daar een 15-tal bankwerkers aan het werk waren. 4 timmerlieden. Een stuk of 6 metselaars. En 2 schilders. Dus je was niet in dienst van het abattoir zelf? Nee. Ik was in dienst van de gemeente Rotterdam, geplaatst op het abattoir. En met die club, die bankwerkers en die schilders en die metselaars en de timmerlieden, zorgden wij ervoor dat het slachthuis draaiende was. Je begrijpt wel dat die timmerlieden en die schilders en die metselaars vooral waren voor het onderhoud van de gebouwen. En wij, de bankwerkers, wij waren vooral voor het onderhoud van de installatie, de slachtinstallatie. Dus wij zaten altijd heel direct in de slachtlijn. Dus je kwam veel in contact met de slachters? Ja. Daar liepen we tussendoor. Ja. Was zeker wel leuk. Dat was wel leuk, ja. Vooral omdat het moment dat ik kwam op het slachthuis, vond er een transformatie plaats naar het oude ambachtelijke slachten. Want slachten was natuurlijk een ambachtelijk bedrijf. He, een rund werd gedood, kwam op een wagentje liggen en 4 slachters, die slachten met z'n 4 dat volledige rund. En dat verhaal dat ging over in een wat meer fabrieksmatige manier van slachten. Dat betekent dat het rund omhoog ging, dat het aan een baan kwam te hangen, dat slachters op bordessen stonden en dat elke slachter of 2 slachters er eigenlijk maar 1 handeling deden. Of ze veelden, of ze knepen er een poot af, of ze zaagden het rund door midden. Dat soort dingen. Dat was dus aan de ene kant van die hele rundehal, daar was, en dat heette dan ook heel terecht de proefstal. Dus daar werd geëxperimenteerd met dat wat fabrieksmatige manier van slachten. En aan de andere kant van die rundehal, daar werd nog op de oude ambachtelijke manier geslacht. Dus ik heb beide methodes nogal kunnen zien. Zat er nou veel verschil rond tussen het slachten van varkens en koeien? Ja, dat waren bijna groepen die je kon onderscheiden. De rundeslachters, dat waren de mensen die toch wel heel vaak nog in overal het bedrijf betraden als ze begonnen met werken. En ook in overal weer van het bedrijf weggingen als ze klaar waren. En ze waren vroeg klaar, want ze waren al meestal om 1 of 2 uur was het slachten al gebeurd. En dan gingen ze vaak bij slagers dan nog wat uitbenen en zo. De varkensslachters die waren toch anders. Die kwamen normaal gekleed naar het slachthuis toe, kleedden zich daar om en gingen ook normaal gekleed weer naar huis toe. En de kleinveeslachters, dat was ook weer een aparte groep. Wat versta je onder kleinvee? Dat waren de kalveren en de geitjes en de schapen. En die kwamen echt als heer naar dat slachthuis, kleedden zich om, deden hun werk, kleedden zich weer om en gingen ook weer als heer van het slachthuis af. Eventjes voor eventuele oud-runderslachters die zich misplaatst voelen. Het was niet zo dat alle runderslachters dat deden, maar als je dat in verhouding zag met de andere 2 groepen slachters, dan werd dat bij de runderslachters wat meer gedaan. Vaak had dat ook wel een reden. Want heel veel slachters hadden zo'n oude wetse legerkoppel om hun overal heen. En heel vaak waren ze toch wat dikker als ze het slachthuis afgingen, als toen ze het slachthuis opkwamen. En als een portier dat dan door had,
dan moest hij altijd even in de portiersloge komen en dan moest hij even in zijn overal laten kijken. Ja, heel vaak zaten daar snijsels in, die ze zo links en rechts bijvoorbeeld uit de billen, daar bij de biefstukken, even een klein stukje vlees weggehaald werden. Ja, dat werd dan verhandeld in de cafés aan de overkant natuurlijk. Hè. Dat was goed voor de saté en voor de shawarma. Nou, heb je natuurlijk veel meegemaakt, maar wil het ook weer niet te lang maken. Nee. Hè? Heb jij nog iets meegekregen van de sluiting van het abattoir? Nou, want jij praat wel over slagplaats. Ja, hè? Ja. Er is natuurlijk een proces geweest waarin die sluiting werd voorbereid. En dat proces is mijns inziens begonnen toen de veterinaire directeur, hè, want de directeur van het slachthuis was altijd een veearts. Dat was dokter De Boer in de periode dat ik daar zat. En die ging weg en daar kwam een koppel voor terug. En dat was een veterinaire directeur, dokter Nijland. En dat was een economisch directeur, de heer Kleinbloesem. En toen ging het verhaal al op het slachthuis rond dat die Kleinbloesem die was gekomen om de zaak af te bouwen. Nou, dat heeft alles bij elkaar een jaar of 3, denk ik, geduurd. Dus er was een periode, dan was het slachthuis zeg maar, voor een symbolisch bedrag verkocht aan de grossiers. En het technische personeel wat er zat op het slachthuis, dat mocht eigenlijk geen onderhoud meer plegen. De grossiers hadden zelf technisch personeel in dienst genomen. En wij moesten die mensen dan mentoren als zij de slaglijnen moesten gaan onderhouden. Omdat wij daar natuurlijk jaren hadden ingezeten. Maar dat betekende wel dat wij gewoon ook hele dagen gewoon helemaal niets zaten te doen. En ik ben eigenlijk nog voordat die periode geëindigd was, ben ik al vertrokken van het slachthuis en heb ik een andere functie binnen de gemeente Rotterdam gekregen. Maar dat heb je gedaan en nu doe je eigenlijk ook, want zo ben ik met jou in contact te komen. Wat doe je nog voor Krooswijk? Nou, ik ben wandelgids bij het Gilde en ik doe daar een hele serie wandelingen. Ik ben daar begonnen met het DWL-terrein, want dat is het terrein waar ik nu woon. En zoals ik al eerder vertelde, ik kom oorspronkelijk uit Den Haag en daar heb ik bij de waterleiding gewerkt. Dus dat DWL-terrein, dat had wel wat bijzonders voor mij. En daar heb ik voor het Gilde een wandeling op ontworpen en die heb ik aangeboden aan het Gilde. Dat vonden ze leuk en sinds die tijd ben ik wandelgids van het Gilde. Bij het Gilde zijn er ook mensen geweest die een wandeling hebben ontworpen voor Krooswijk. En ik loop nu ook voor het Gilde de wandeling in Krooswijk. En dat bevalt je best, want er zitten natuurlijk heel veel oud-Krooswijkers bij. Daar zitten heel vaak oud-Krooswijkers bij. Dat merk ik toch wel, want ik loop bijvoorbeeld ook Spangen. En daar kom ik ook altijd heel veel oud-Spangenaren tegen. En ook in de wandeling in Krooswijk kom ik heel vaak oud-Krooswijkers tegen die dikwijls nog ineens meer in Rotterdam wonen. Maar dan toch nog weer eens een keertje willen kijken in het buurtje waar ze zijn geboren, waar ze zijn opgeroeid, waar ze hun kattenkwaad hebben uitgehaald. En ja, dat is leuk. Dan hoor je ook nog weer eens verhalen van mensen die daar gewoond hebben. En dat is kijk, mijn verhaal van Krooswijk is vooral het verhaal van de slachthuis. En de Krooswijkers die ik op dat slachthuis heb meegemaakt. Nou Ron, dit was een leuk verhaal. Hè? Ik zeg bedankt. Okay. En ik zie je dan wel eens een keertje op je rondgang die Krooswijk. Absoluut. Goeie dier.